U moet dus de regie pakken. U moet dus eigenlijk zeggen, ik laat het niet meer aan Zeewolde. Ik ga daar nu voor staan. Het is Den Haag die het hier naartoe gehaald heeft. Dus los het ook zelf nu op. Misschien mag ik het toch proberen uit te leggen. Kijk. Peter Nicolai, u bent emeritus hoogleraar publiekrecht. Ja. Het geval in Zeewolde. Ja. Nou ja, daar komt dan dus nu een datacentrum. Althans, het bestemmingsplan is gewijzigd. Maar nu wil de hele raad, de nieuwe raad die daar zit, die wil het niet meer. Klopt. Hoe komen ze hier nu nog vanaf? Nou, de eenvoudigste stap, in mijn visie is de eenvoudigste stap dat de Rijksoverheid, de jongen, dat hij de regie neemt en zegt, we willen dat daar niet. Hij heeft voor toekomstige andere centra al iets geregeld. Ja. Dit centrum valt daar niet onder, maar hij kan op grond van de wet, kan hij wegens strijd met het algemeen belang, kan hij ingrijpen. En wat is dat ingrijpen? Is gewoon schorsen en vernietigen van het bestaande bestemmingsplan. Wat u zegt nu van, ik heb een motie aan mijn broek van zowel de Eerste en de Tweede Kamer. Ik ga nu vooruitlopen en ik ga zeggen, we gaan het gewoon sowieso niet doen. Dan heeft u natuurlijk een probleem met Meta, hè? Want dan is er moet een schadeclaim. Maar goed, dat is wel nu de vraag aan. Ik heb geen probleem met Meta. Ja, daar komt natuurlijk een schadeclaim aan. Er zijn afspraken. Ik heb geen overeenkomst met Meta. Nee, maar Zeewolde wel. Maar ik heb geen overeenkomst met Meta. U moet dus de regie pakken. U moet dus eigenlijk zeggen, ik laat het niet meer aan Zeewolde. Ik ga daar nu voor staan. Het is Den Haag die het hier naartoe gehaald heeft. Dus los het ook zelf nu op. Misschien mag ik het toch proberen uit te leggen. Kijk, de wet zit niet zo in elkaar dat je met terugwerkende kracht vanuit Den Haag bestemmingsplannen kunt aanpassen. Maar je kunt toch een aanwijzing geven? Alleen als daarvoor een basis bestaat. Nou, die bestaat er, want u vindt de Eerste en de Tweede Kamer vinden dat het niet kan. Nee, maar dus ook per motie kun je geen bestemmingsplannen aanpassen. Zo zit het echt niet. Meneer Nicolai, eventjes een kleine update, want ik heb dus vanmorgen gesproken met Hugo de Jonge. En wat schetst mijn verbazing, anders dan dat u mij vertelde, dat hij zegt, ja, ik kan een bestaand bestemmingsplan, kan ik als minister niet wijzigen. Nou, dat is gewoon niet waar. In artikel 4.4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening staat dat er een aanwijzing kan worden gegeven aan een gemeenteraad om een bestemmingsplan aan te passen. Het staat er letterlijk. Dus het kan? Het kan. Het is wel een soepzootje, hè? Want ja, dan heeft dus dit kabinet, of het vorige kabinet, heeft ze hier naartoe gehad, actief. En die heeft gezegd in het kanttekeningetje, zegt Wiebes, nou laat het maar aan Zeewolde, doe maar bestemmingsplan, dan zijn wij er hier vanaf. Dan gaat dat daar zo. Meta maakt al afspraken, geheime afspraken, weten we dus niks van. De juristen die staan te popelen daar. Ik bedoel, we zijn hoe dan ook gezien, het Rijk en Zeewolde. En daarom moeten we ook met elkaar weer samen optrekken om te kijken hoe we dit op een goede manier tot een oplossing kunnen brengen. En niet Zeewolde laten bungelen. Dus vooruitstappen. We moeten het op een goede manier tot een oplossing brengen. En dat gaan we ook doen. Ja. Dank u wel. Dank.